Onder begeleiding van de Fokker voorformatie werd op donderdag 24 november een Fokker F-27 Friendship onthaald op Schiphol. De Friendship is het meest succesvolle West-Europese turboprop passagiersvliegtuig ooit. In totaal werden er 786 exemplaren gebouwd. Precies 56 jaar geleden maakte de Fokker Friendship hier op Schiphol-Oost zijn eerste testvluchten. De kalender wijst 24 november 1955. Mooi. Nou, we beginnen. Ben je klaar voor? Ja, maar. Cockpit check. Twintig jaar geleden dat voor het laatste Friendship hier was. Het is misschien wel een van de laatste keren, want zoveel vliegen er allemaal niet meer. Wat maakt dus Friendship als toestel zo bijzonder? Zijn kwaliteiten. Heel sterk, weinig onderhoud nodig en oerbetrouwbaar. Prachtig stukje techniek, prachtig geluid en zo mooi om dat hier weer na zoveel jaar te zien. Schitterend. Dit toestel hebben we zelf al gevlogen, ja. En hoe voelt het nu om er weer in te zitten? Ja, er gaat toch wel wat goede herinneringen komen wel weer terug. Ja. Volgens mij een kever onder de vliegtuigen. En dat is toch wel knap dat Nederland zo'n mooi product heeft neergezet in de tijd. Ja. En waren speciaal Volkswagen kever omdat die betrouwbaar was? Het was ook een auto die je over de hele wereld zag en gewoon betrouwbaar was. En dat was die Friendship ook. Die kon je overal inzetten. Het toestel wordt in de originele staat teruggebracht en krijgt daarna een plaats bij de entree van het toekomstige Fokker Logistics Park.